Hey! Weg bij die camera. Er zit echt een kutte met die camera. Oké, okay, hij ging niet te ver naar binnen. Oké, okay, Don gaat naar binnen. Don is fucked. Don is 100% fucked. Ik vind het zo leuk. Oké, okay, hij gaat nu de brief lezen. Hij gaat nu de brief lezen van het is eigenlijk al te laat. Got him. Wat ga je doen? Oh, daar zijn de turrets. Got him, Don. Got him. Oh, Wally, what you gonna do? What you gonna do? Ja, daar komt hij. En hij is ook uitgeschakeld. Oh, 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 oh. Wally en Game Meneer. Ze zijn uitgeschakeld. De mannen zijn neer. Het is game over. Wat vind ik dit toch een prachtsysteem, jongens. Wat vind ik dit toch een prachtsysteem. Nou, we hebben hier al de spulletjes van de Dono. Hij heeft niet alles meegenomen, moet ik zeggen. Volgens mij heeft hij mijn loot achtergelaten. Hallo, vrienden mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van Rust. In de vorige aflevering was natuurlijk de leukste aflevering ooit. Als je die gemist hebt, check hem dan alsjeblieft eventjes door op de i te klikken, want dat was echt fantastisch. We hebben daar Don en Wally in de val gelokt. We hebben ze helemaal neergehaald met turrets. Het was fantastisch. Laten we trouwens eventjes kijken om meteen te beginnen bij die plek. Dat is volgens mij home 2. Can't find a home with that name. What? Even kijken, wat hebben wij? Home list. Waar hebben wij nog een home? 1 en 3. Oh no. What happened with my home? Misschien dat die, omdat het een nieuwe server is en dat mijn postkantoor weer op een andere plek zit, dat home 2 was en dat home 3 mijn nieuwe plek was. I don't know. Let's check it out. Ik wil gewoon even kijken of mijn trapbase nog leeft. Dit is 100% het postkantoor. Dit is niet zeg maar de trapbase. Laten we eventjes naar home 1 gaan en dan gaan we eventjes kijken of we daar in de buurt kunnen wezen. Ik heb in ieder geval de deur achter open gedaan zoals je zag, dus mensen kunnen daar naar binnen. Niet dat dat ooit gebeurd is. Het was een leuk idee. Maar ik heb volgens mij nog nooit iemand... Ah, ik was vergeten dat dat ding aan stond. Maar ik heb ook nog daadwerkelijk nog nooit iemand daar gebruik van zien maken. Dus helaas. Het was een leuk idee, zoals ik al zei. Ik ga eventjes naar die trapbase toe. Ik ben benieuwd of die er nog staat. Maar het was natuurlijk een fantastische aflevering waarin we Don en Wally gepakt hebben. En yes, en hun loot gestolen. Ik heb overigens wel het gevoel dat Don en Wally het niet hierbij laten. Dat zij misschien nog wel terugkomen met zwaarder geschut. En dat ik me daar eigenlijk wel een klein beetje op moet voorbereiden. Zit hier iets van resources in? Kunnen we deze aanzetten? Ik denk dat we daar shit in moeten douwen. Er zijn hier gewoon 2 ballonnen naast mijn base. Waarom 2? Waar is dat goed voor? Zit hier wat in, though? Nee, het is gewoon pittig leeg. Oké, maar dat gaan we denk ik voornamelijk doen in deze aflevering. Ons een beetje voorbereiden op een eventuele terugpakactie van Don en Wally. Daar loopt daar een scientist. Hallo, vriendelijke vriend. Hij is dood. Wow. Okay. Hij had 3 schoten nodig van dat ding. Dat had ik niet verwacht. Waar zou mijn base eigenlijk... Is dat hem? Is dat mijn base? Dat ding daar, dat hok? Volgens mij wel. Laten we daar even gaan kijken. Heeft een green cardje. Wauw, wat nice. Oké, okay, we gaan eventjes bij de base kijken wat er nog van over is. Ik heb trouwens... Dit is volgens mij niet de base. Nee joh, dat is helemaal niet de base. Wat? Waar is mijn base? Hij zat toch naast mijn huidige base? Ik bedoel, daar is mijn base. Ik kan hem zien. En de trap base zat naast mijn huidige base. Maar for some reason, blijkbaar toch niet. Zit die daar? Ziet er niet naar uit. Where is it? Nou ja, oké. Okay. Weet je, op zich, de purpose van de trap base is al voltooid. Jezus, wat is dat voor een flinke joekel. Dus op zich, we hoeven daar niet echt te komen. Wel jammer, we hebben zoveel werk en tijd erin verstopt. Maar aangezien we elke keer weer naar een andere map gaan. Ik bedoel, ik zit nu hier weer. Daar heb ik al eens eerder gezeten. Dus de trap base is waarschijnlijk ook ergens naartoe verhuizen. Waar ik geen idee heb waar die moet zijn. En boom, zo is het in één keer nacht. God damn it. Oké, okay, ik heb nog even gekeken, maar mijn trap base is nowhere to be found. Goed. Ik gebruik wel... Is dat het niet? Lijkt erop. Nou, het lijkt er niet op. Volgens mij mijn trapbase niet van die gekke uitsteeksels. Ik geef het op voor deze keer. Zoals ik al zei, de trapbase heeft zijn purpose al voltooid. Hij heeft Don en Wally in de trap geleid. Ik was nog wel benieuwd of er misschien loot zou liggen van andere niks vermoedende voorbijgangers. Maar dat is waarschijnlijk toch allemaal gedespant. Daar heb ik ook niet eens over nagedacht. Die loot die daar natuurlijk komt, dat despant gewoon allemaal. Jammer dat er niet zo'n systeem voor is dat het opvangt ofzo. Anyways. Wij moeten ons voorbereiden. Dus ik ga eventjes checken wat wij allemaal hebben in het wapenarsenaal. Want ik heb echt het gevoel dat hun of deze base of mijn trapbase gaan aanvallen. Ik neem aan mijn trapbase natuurlijk, dat is de enige base die ze kennen. Maar het zou me ook niks verbazen dat ze deze base komen aanvallen. Dus even zien wat we allemaal hebben. We hebben nog een grenade launcher, een paar rocket launchers. Dat is altijd chill. We hebben superveel AK's. Snipers natuurlijk, alles erop en eraan. Ammo. Weet je, dit zit wel goed. Ik denk dat we qua explosives eigenlijk wel, qua explosives en qua ammunitie, zitten we eigenlijk gewoon helemaal goed. Het enige verschil is alleen wel Don en Wally zijn met z'n tweeën. En ik ben solo waterpolo. En dat is wel een issue. Dus eigenlijk zou ik even een soort van teampje moeten samenstellen of zo. Of een soort van alliance moeten sluiten met iemand in de server. Zodat ik dit niet in mijn eentje hoef te doen. Dat zou wel een hoop schelen. Laat ik trouwens eventjes kijken naar home 3.
bij mijn postkantoor, waar ik natuurlijk net even was, of er iets in de brievenbus zit. Misschien iets van een... Oh, dat is trouwens de loot van Don en Wally die daar in dat kistje stonden. Maar of we iets hebben gekregen, een briefje, of iets van speciale loot. Something like that. Er wordt hier geschoten buiten, lijkt wel. Ik weet niet wat dat is. We hebben echt heel veel briefjes hier. Oh, jemig. Wil ik dat allemaal gaan lezen nu? Ik zei het wel van, misschien hebben we een briefje. Misschien is het een belangrijk briefje. Ik heb geen idee. De chest zit er redelijk leeg. Dit zit redelijk vol. Ik weet niet wat dat is. Heel veel briefjes hier ook. Beste YouTuber, ik geef je scraps, omdat ik er weinig heb. Nou, twee hele scraps, makker. Very cool. Oké, wat zit hier nog meer in? Nog meer. Iedereen koopt alleen maar briefjes. Wat is dit? Hoi Joost, Don komt je pakken. Oké. Nou, als dat dan niet genoeg conformatie is, dan weet ik het ook niet meer. Druk een makker. Ik wil zeggen, ons kan reden. Ik heb wel twee mooie LMG's gekregen. Dat is wel, dat helpt wel. Jemig, dit wordt even allemaal gecensureerd. Thanks, editor, voor het censureren van al die briefjes. Want dat was niet netjes. Goed, ik hoor allemaal geknal. Ik ga even kijken wat er allemaal buiten gebeurt. Ik weet ook niet eens waar mijn postkantoor nu neer is gezet. Want ik zag niet dat er een... Ik zag gewoon echt in de middle of nowhere. Want wat is dit nou weer? Wat is dat? Oké, daar verdween wat. Betekent dat daar iemand loopt of... Oh god, daar lopen daar mensen. Dat zijn heel veel mensen. Oh, wie zijn dat? Wat is dat dan weer? Dat is een of andere formatie. Oké, dit is eng. Hebben ze me gezien? Ik weet het niet, ik vertrouw het niet. Ik wil mijn shit niet kwijt. Stop. Ik weet niet hoe je praat. Ah, hallo? We zien je wel hoor. We zien je wel staan hoor. Schiet me niet neer, please. Hi. Ik heb wapens bij me. Kom hier. Nee. Dat is mijn hok. Zullen het niet doen. Oh, jullie zijn de admins. Hi. Ja, niks aan de hand. Ik kom jullie auto niet stelen hoor. Of mijn auto, of wiens auto dan ook. Wees gerust. Nee, die staat veilig opgeborgen. Ja, toch wel. God damn it, die admins. Joostproof. Ja, Joostproof. Oké, dat is goed om te weten. Hey, nu ik jullie toch hier zie. Ik heb vernomen dat twee makkers hier op de server mij binnenkort willen gaan aanvallen. En ik maak me eigenlijk een klein beetje zorgen. En aangezien wij nog een soort van unfinished business hebben, zeg maar, dacht ik van, hey, wat nou, misschien een beetje te veel gevraagd, maar wat nou als jullie me kunnen helpen met een soort van verdediging tegen de makkers? En daarna rot ik gewoon op, weet je wel, dan hebben jullie geen last meer van me. Dan zal ik niet meer jullie auto stelen. Ja, is goed. Dan hebben we een deal. Toch wel? Wat? Was dat zo makkelijk? Ja, het is zo makkelijk, joh. Wij, ja. Ja. Oké, shit. Nou, ik had wel verwacht dat jullie moeilijk zouden doen. Nee, wij zijn geen moeilijke jongens. Dat laatste was wel makkelijk, weet je? Ja, dat laatste was makkelijk. Oké. Jij rolt op, nou, dan hebben wij al de... Ze haten echt, die gasten. Dan zijn wij inderdaad al blij als we weggaan. Oké, ja, is weer één zorg minder zeker. Wat is... Hebben jullie een idee? Wat verwacht je dan eigenlijk van ons? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Kijk, hun zijn met z'n tweeën. En ik ben een keertje in die base geweest. En ze hebben best wel veel explosives. Dus ik maak me gewoon. Ik denk dat ze gewoon mijn hele basis aan gladden willen schieten. Ik weet niet. Ik heb ze vorige week zeg maar een beetje in de maling genomen. Dus ik heb het gevoel dat ze boos zijn. En ik kreeg ook veel briefjes al van mijn kijkers. Die zeiden van ze komen je halen, dit en dat. Maar we zijn met z'n tweeën. En ik ben alleen. En ik heb niet zoveel explosives en dingen. Ik weet niet. Hebben jullie een suggestie of zo? Gewoon samen over wie hebben we het? Welke twee makkers hebben we? Oh, het gaat over Don en Wally. Die twee. Hebben jullie daar ook mod mee? Heel wat geschut meenemen, denk ik. Oh, redelijk wat geschut meenemen? Oké. Oeh, dat klinkt wel erg heftig eigenlijk. Ja, dat zijn twee goede schutters. Oké. Ik denk dat we dan wel wat vuurpower nodig hebben. Ja, toch wel. Ja, ik heb op zich wel redelijk wat gevulde kisten hoor, met wapens en dergelijke. Maar ik heb maar één paar handen om ze te gebruiken, zeg maar. We hebben wel wat mankracht wat we kunnen inzetten dan. Plus, vuurpower. Dat zou op zich wel helpen. Dan is het dan in ieder geval... Zeg maar een dag. Ik denk dat ze volgende week komen. Aangezien ze natuurlijk... Ik heb ze even aangepakt. Deze week zijn ze nog een beetje aan het bijkomen, vermoed ik. En ik lees nu allemaal briefjes van dat ze me komen halen. Dus ik denk dat het heel snel gaat gebeuren. Nou, we zullen dan paraat staan. Als jij een teken geeft als A er zijn, dan komen wij eraan. Oké, moeten we... Wat voor teken zit je aan te denken? Moet ik iets speciaals doen of zo? Even kijken hoe we dit gaan doen. Roekoe? Roekoe, ja, maar dat ga je toch nooit horen op afstand? Heb je niet iets van een flare gun of zo? Ik heb wel een flare bij me. Oh, wat? Is het? Oké. Okay. Als je deze dan in de lucht gooit, die zal dan rood gaan kleuren. En dan weten wij dat we eraan moeten komen. Oké, is goed. Als jullie dan een beetje in de buurt van mijn base blijven volgende week en ik zal daar gewoon zitten... En afwachten. In een hoekje zitten en huilen. En tot ze komen. En dan gooi ik die flare wel uit het raam. En dan als jullie dat zien, dan is het go time. Dat is goed. Oké.
Nou, top. Dan hebben we een deal, denk ik zo. Tot binnenkort, misschien. Ja, is goed. Dankjewel. Ik ga weer naar huis toe. Doei. Let op de auto's, jongens. Let op de auto's. Ik hoorde hem zeggen, let op de auto's. Oh mijn god, ja, ik ga sowieso mijn auto weer stelen. Fuck dat, nee. Mocht ik winnen van Don en Wally, dan jat ik gewoon hun auto. En dan ben ik er ook gewoon vandoor, weet je. Maar dit is nice. Dit is heel goed. Dus Don en Wally komen aanvallen. Het was eerst een vermoeden. Maar nu ik dat briefje heb gelezen in de postkantoor, weet ik het eigenlijk bijna wel zeker. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon lekker wachten in mijn uitkijktorentje hierboven. Ik heb mijn sniper toch al geëquipt. Dat zijn de spullen van Don en Wally. Die komen ze waarschijnlijk halen. En waarschijnlijk komen ze wel meer doen. Dus ik ben bang voor mijn leven. Maar ik heb de flare, waarmee ik dus de admins kan summonen. Part of the deal is dus wel dat ik oprot. Het hoeft niet per se te zijn. Als ik win van Don, weet je, dan rot ik niet op. Dan blijf ik gewoon lekker hier. Maar dan zorg ik gewoon voor dat ik geen gemot meer heb met de admins. Want dat ging blijkbaar dus niet zo lekker. Die hele auto te afrelen. Dus zodra zij mij hebben geholpen tegen Don en Wally, dan is het over voor mij en de admins. Dan ken ik ze gewoon niet meer in de weg lopen. We moesten ooit een keertje op goede voeten weer verder. Goede handen en voeten. Is dat de uitspraak? I don't know. Anyways, ik blijf gewoon lekker hier al in deze toren uitkijken totdat ze deze kant op komen, denk ik zo. En mocht het uit de hand lopen, dan gooien we gewoon die flare. En dan zien we wel wat er gaat gebeuren, jongens. Ze staan in ieder geval paraat. Nou, dat was een iets kortere aflevering deze week van Rust. Ik wilde heel graag nog eventjes de trap base gaan testen. Of in ieder geval gaan bekijken, maar geen idee waar die is. Het is nu afwachten totdat Don en Wally me komen halen. En de admins die gaan me blijkbaar helpen. Dat is helemaal geregeld. Goed, ik zie jullie waarschijnlijk in de aflevering van volgende week. En daar gaan jullie de beelden zien van hoe deze carnage is afgelopen. Bedankt voor het kijken. Vond je het alsnog een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Hopelijk zie ik jullie allemaal volgende week bij de epische fight, I guess. Ik weet het niet. Druk op het abonneerknopje. Is die nog rood bij jou? Maak hem dan eventjes grijs. En ik zie jullie allemaal later. Thank you.